Ja, schatjes en patatjes, ik heb nieuws. Want op 20 maart, dan is het weer... lente! Ja, en tijdens de lente, dan is het alweer wat warmer. Maar ook de vogels vliegen terug naar hun huisje. En de bloemen en de planten, die beginnen weer te bloeien. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat je op de eerste lentedag kan voorspellen wanneer Pasen valt? Ja, want de eerste zondag na de volle maan is de datum waarop het Pasen is. Gek, hè? Je kan dus op 20 maart al weten wanneer Pasen valt. Dus als op 20 maart de lente begint, dan is het... 20 maart, hè? Ja, dat is duidelijk, hè? Dan is het Pasen... Pasen op Pasen, hè? Bon, de lente, dat is echt iets speciaals, schattigs en patatjes.